Een nieuwe deze week bij GameKings. Je ziet het, ik ben weer terug. Ik ben al een weekje terug, maar ik kwam dinsdag terug vorige week. Ik landde maandag in de nacht, dus toen hebben Koos en Shelly het nog afgewikkeld. Maar ja, goed, het is een beetje mijn taak natuurlijk om, de gamepjes uit te zetten en de afspraakjes te maken en al dat soort dingen. Dus wat gaat er deze week allemaal gebeuren? Nou, het is een rustige week, maar ook een... Zeg maar, het is een rustige week qua games, maar een drukke week qua voorbereiding. Rustig in de zin van, er zijn wel een aantal games uitgekomen. Lawbreakers is natuurlijk uitgekomen. Die heb ik en Skate het hele weekend gespeeld. Best wel veel kritiek op de game. Verkoop loopt niet echt heel erg lekker. Maar ja, ik heb toch ook alweer wat aan te merken op de aanmerkingen van de mensen die eigenlijk al een dag na release met een review kwamen. En dan zie je vaak dat een dag na release een game reviewen, zeker als het online gaat, misschien niet altijd de beste optie is. Ook leuk, Skate is naar Londen geweest voor Total War Warhammer. Mag ik nog niet te veel over zeggen, omdat de deadline, de embargo staat op donderdag 17 augustus. Maar goed, dan ga je daar meer over horen. Maar ja, er zijn wat kleinere games. Mag je Agents of Mayhem een kleinere game uitnodigen? Nou, voor Koch Media is het geen kleine game. Het is natuurlijk van de makers van, nou ben ik die naam, Saints Row. Weer een beetje een soort open wereld knallen game. Gaat het een worden of niet? Skate en Boris zijn daarmee aan de slag geweest. Dus dat gaan we ook krijgen deze week. En Shelly is met twee games aan de slag geweest. The Long Dark, een adventure, een survival adventure. Het kan best wel eens interessant zijn. En Matterfall, volgens mij is dat een zo'n twin stick shooter. Het zijn een beetje wat kleinere games die soms ook wel toch interessant kunnen zijn en die we toch ook willen blijven volgen. En natuurlijk wat belangrijk is, wat ik natuurlijk heb beloofd, is ik ga een item opnemen over Zelda. Ik heb Zelda tijdens de vakantie gespeeld, 2 weken lang, elke dag toch wel 3-4 uur. Een vaste indeling op vakantie, 's ochtends, 's middags en tot 1 uur of 7 was ik aan het sporten. Veel beachvolleyballen trainen, zwemmen en liggen en eten. En dan 's avonds meestal bij de cocktailbar ging ik Zelda spelen. Ik heb er toch wel 1 uur of 60 in zitten inmiddels. En ik wil gewoon mijn bevindingen delen met jullie. Wie weet toch wel eens leuk. Meestal laten we dat doen door mensen die diehard Zelda fans zijn. Nou, ik ben dat absoluut niet. Het is echt de eerste keer dat ik het speel. Een game die algemeen bekend staat als misschien wel een van de beste games ooit gemaakt. Met mijn andere smaak. En ik heb het echt goed geprobeerd. Dus echt serieus mee aan de slag gegaan. Wat gaat het opleveren? Dus qua games... Ja, het zijn natuurlijk gewoon leuke titels om naar te kijken. Maar het zijn niet echt de knallers. Hè? Ik bedoel, het begint nu. Dat begint eigenlijk pas eind augustus. Ik ga wel morgen Formule 1 2017 checken. Heb ik wel veel zin in op zich. Ik ben een Formule 1 fan. Met Verstappen is het leuk, tenminste als de auto het doet. Vorig jaar een van de meest bekeken items op onze site. Ik ga er weer wat moois van maken. En die game kunnen we ook al vrij snel reviewen. Maar de echte host aan games die gaat eigenlijk pas eind augustus, begin september. En dan zullen we ook veel meer previews doen van de grote games. Dat gaat nu echt komen. Dat we op perstrip kunnen of dat we op kantoor kunnen gaan spelen. Het is hier nu nog rustig. Maar goed, de Gamescom komt er natuurlijk aan. Volgende week gaan we er naartoe. 3 auto's sterk. Ik ga met de trein. Vind ik altijd lekkerder. Ik hou niet zo van heel lang in de auto zitten. En kan ik ook niet werken. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik vind het dit jaar nou niet echt dat je zegt van nou, wat hebben we toch een mooie Gamescom voor ogen. Ik bedoel, nogmaals, alles staat er. Alle games van de grote publishers staan. Alle grote publishers staan er ook. Er zullen ongetwijfeld gigantische stands staan. E-sports is er van alles te doen, maar het is allemaal... het is echt een community evenement geworden qua content. En dat is fantastisch, weet je. Ik bedoel, dat is First Look ook. Het is hartstikke tof voor gamers om op zo'n evenement te zijn. Te ervaren hoe tof gamen is. De nieuwste games te proeven. Met elkaar te ouwehoeren, weet ik veel. Prijzen te winnen, goodies te vangen. Super, dat moet er ook zijn. Dat is ook de toekomst van gaming evenementen. Alleen voor ons als media... Ja, ik heb echt moeten zoeken. Ik heb ook gewoon veel minder afspraken ingepland
Omdat bijvoorbeeld Sony, dat is allemaal wat de E3 ze daar hebben laten zien, laten ze hier weer zien. En natuurlijk komen zij met hun eigen evenement, Spaars erop. Maar ook al die andere developers komen allemaal met dezelfde games. Ik verwacht gewoon heel weinig echt. Ubisoft komt met een nieuwe aankondiging. Ik weet niet wat het is. Maar vooral heel veel extra footage, extra content van games die we al hebben gezien. En natuurlijk blijft dat leuk. Ja, ik heb toch weer aangevraagd om even naar Call of Duty. Ik heb dat nog niet gespeeld, ik wil het gewoon checken. We gaan naar games als Cuphead, Star Wars Battlefront gaan we natuurlijk spelen. Allemaal wel wat nieuwe content, Assassin's Creed Origins. Terwijl Koos aan het app is, maar dat gaat allemaal live door. Maar ja, om nou te zeggen van dat ik daar dan heel erg psyched van word. Psyched in de zin van ik heb zin om het te spelen, maar niet psyched van wow, wat gaat het zijn. En Gamescom had toch een tijd dat ze probeerden met allerlei persconferenties om toch ook wat aankondigingen, wat nieuwtjes er naartoe te trekken. En natuurlijk zal er wel nieuws zijn. Maar het lijkt er toch een beetje op dat, dat de industrie dat dus gewoon niet wil. En dat ze het echt zien als een community evenement waar ze de gamers massaal fantastisch gaan cateren met toffe speelsessies. Er is een media lounge, ik ga jullie ook meenemen. Dat wordt een premium item, ik ga jullie laten zien hoe het erachter is. Maar echt voor ons, het is leuk om iedereen te spreken. Het is leuk om even de roddels en de achterklap te zien. Het is altijd tof om samen met z'n allen, s'avonds altijd bij onze vaste tent, bierworst te gaan eten. Maar media-wise, ja goed. Misschien zit ik verkeerd, dat zie je dan wel volgende week. Maar ben tot nu toe ja, niet echt super psyched over de nieuwtjes die daar vandaan gaan komen. Wat ik het allerleukste eigenlijk vind is dat ik 2 uur lang samen met Shelly en Koos met de Xbox One X kan gaan spelen. Gewoon al die games die staan daar, de Forza's, de Cupheads, de State of Decay's. En daar ben ik dan wel heel benieuwd naar, maar dat is gewoon feitelijk. Ik bedoel, omdat ik nog niet met de Xbox One X heb gespeeld. Ik heb natuurlijk de E3 hier beleefd. Koos heeft het misschien al wel gedaan, Boris heeft het misschien al wel gedaan. Shelly heeft het volgens mij ook niet gedaan. Dus ja, dat zijn wel toffe dingen, maar dat is niet nieuwswaardig. Dat is meer een soort van een persoonlijk iets dat je wil van wow, ja, ik wil het daar toch wel een keertje zien. Maar goed, je gaat het gewoon meemaken. We gaan eruit, we gaan in ieder geval een aantal hele mooie grote items maken. Dat zal wel veel premium zijn. Shelly gaat natuurlijk gewoon IRL'en. Dus je kan op dinsdag, volgende week dinsdag, kan je gewoon eigenlijk de hele dag zal Shelly een aantal uren gaan IRL'en. Als het natuurlijk lukt. Je weet het, IRL-verbinding kan altijd misgaan. Maar dat is wel waarom ze daarheen gaat. Dus dan kan je zien wat er allemaal gebeurt. We gaan natuurlijk op de site het nieuws bijhouden. Maar het is geen E3. Is het ook nooit geweest. Het zag er even naar uit dat er toch wat strijd onderling was. Maar dit jaar zie je dat gewoon niet. Kortom, genoeg leuke dingen. Sowieso elke dag, we blijven bovenop het nieuws zitten en we komen weer met die korte itempjes. Die worden echt super goed bekeken. Dat is echt heel tof, dus dat gaan we steeds meer en meer doen. Vandaag komen we natuurlijk ook met een tof item over de International. Daar gaan Sjaak en ik nabespreken. Groot toernooi. Valt genoeg over te zeggen. Kortom, ja, wordt gewoon weer een goede week.